Ja, ik heb een contract ondertekend voor volgend seizoen. Voor 3 jaar bij Wolfsburg. Ja, enorm trots. Het is echt gewoon te gek dat Joelle Smits, topspits, wisten we al toen we die gingen halen. Dat die wilde ook echt voor 3 jaar vastleggen. Omdat we ook beleid hadden, een visie hadden van, ja, mocht zij eerder gaan, dan hopen we daar een transfersom voor te kunnen ontvangen. Dat ze zo snel al aan de deur geklopt zou worden voor haar hadden we niet verwacht. Dat wilden we eigenlijk ook liever niet, want we hebben natuurlijk ook veel te bereiken nog dit seizoen. Maar uiteindelijk kwam Wolfsburg, wilde haar eindelijk dit seizoen al overnemen. Nou, daar gingen we niet mee akkoord en uiteindelijk tot een deal gekomen dat ze volgend jaar vertrekt. Ik ga de club verlaten, ja. Maar komend seizoen wordt nog een heel mooi seizoen. Maar ja, we spelen voor historie, we spelen voor het eerst voor de Champions League met PSV, dus... Ik denk dat daar mijn focus vooral ligt nu. Ja, ik wil voor de prijzen gaan. Dat is 1 ding wat zeker is. Ja, we spelen voor het eerst Champions League met PSV. Ook voor mezelf is dat denk ik een hele mooie kans om het daar te laten zien. Vorig jaar waren we eigenlijk zo dichtbij. En ik wil dit jaar gewoon echt voor de prijs gaan om kampioen te worden. Je wil uiteindelijk dat je winst gaat maken. Dat is nu nog niet het geval. Het duurt nog wel eens voordat het geval gaat zijn. Maar dit soort dingen die dragen daar wel aan bij. En wat we steeds meer willen is ook met iets langere contracten gaan werken. Zodat we ook na iets voor het einde van de termijn van dat contract... dat we ook de speler naar een andere club kunnen laten gaan. En daar soort van marktwaarde willen ontwikkelen. Zodat spelers ook iets gaan opleveren. Ik denk dat ze er een hele mooie deal hebben uit kunnen halen, zeg maar, voor mij, voor volgend seizoen. En ik denk dat ze daarvan veel mooie dingen kunnen doen voor het vrouwenvoetbal om zelf verder te ontwikkelen en nog professioneler te worden dan dat ze nu al zijn. Het is eigenlijk weer een bevestiging van hoe we bezig zijn met elkaar in Nederland en met de Eredivisie. Dat het gewoon steeds beter wordt en het podium wordt steeds groter. En dus dat dit soort dingen nu ook daarbij gaan plaatsvinden is gewoon heel belangrijk. En eigenlijk ook wel weer een logische stap in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland. Nee, ik had niet verwacht. Mijn doel is natuurlijk wel om in het buitenland te spelen, maar ik had nooit verwacht dat zo'n club al zou zijn. Dat mijn eerste stap zou zijn, zeg maar, naar het buitenland toe. Ja, mijn doel is altijd wel geweest om in het buitenland te spelen. Ik denk dat het niveau daar gewoon nog hoger ligt dan nu in Nederland. En ja, Wolfsburg is gewoon een van de grootste clubs in Europa. Dus voor mij is het wel een droom die uitkomt.